Goedemorgen, gemeente. Broer, jij weet ook al mijn keer. Die ring in die synode is bewust van die dramatische afname in getallen. Ga jij samen met mij vanochtend naar je dienst toe? Ik ga weer om je landen en naar de gemeente toe. Dat is nogmaals te zien. Dokter Dirk is baie keur as pa. Tini, vertel mij van jouw probleem. Ik weet niet waarom te beginnen. Het is zo schielijk gebeur. Hoor het, dominee? Jammer, vriend. Ons het niet werk hier bij die kerk. Ik wil een afspraak maken met de man van God. Die heeft verkeerd gehad. Het lang laatst met mij gebeurd. Dit is ons plig om toe te zien dat die boodschap van die evangelie verkondigd wordt. En doen ons dat. Nee. Ik kan niet allemaal save, nee. Ik kan niet. Am I saving anyone? Jy het een skoot ontgeword vir pensionaris en skynheilige ryk mense wat dink hulle kan vir hulle self 'n plek in die hemel koop. Dis ek om gewone mense nie meer na die kerk te kom. Dis nie so eenvoudig nie. Dit is my christelike plig om as een van die oudste lidmate van hierdie gemeente my mond oop te maak en te praat as dinge nie reg gedoen word nie. Kyk jy na daai predikers op die televisie toe nie. Dis nie wat jy sê nie. Dis hoe jy dit sê. Anders bly daai korrekte bordjie leeg toe nie, hè? Gemeente, ek staan vanmôre hier voor julle en ek is skaam want ek weet nie waaroor om te preek nie. Hoe kan ek Tini benadi vir ander mense preek? Jy moet gaan soek na die jongman wat jy eens op 'n tyd was. Iewers langs die pad het ek hom verloor.